Helemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij, Faiker Noé. En in deze video ga ik namelijk de PlayStation Vita unboxen. Ik heb hem net binnen, ik heb eigenlijk de hele dag al moeten wachten tot ik hem eindelijk echt in mijn handen kon krijgen. Want ik loop namelijk stage bij Chaos TV, zoals veel van jullie weten. En vandaag hadden wij een livestream bij Power Limited. En dat stond helemaal in het teken van de PlayStation Vita. Dus ik heb mijn moeder hem laten ophalen bij de Game Mania vanmiddag. En het is nu al 's avonds, ik ben laat thuis. En ik dacht, ik wil toch echt een unboxing video maken. Dus de doos is nog helemaal gesloten. Ik moet hem nog helemaal openmaken en zo. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat ik het gaan hebben over wat ik allemaal heb gekocht. En wat je allemaal nodig hebt. Ik ga meerdere video's maken. Deze video ga ik vooral focussen op wat zit er allemaal in de doos. En wat heb je nodig om eigenlijk een spel te kunnen spelen. De volgende video wil ik het gaan hebben over wat kan de PlayStation Vita allemaal, wat zijn alle knoppen, alle functies die erop zitten. En de derde video wil ik eigenlijk een stuk gameplay laten zien en hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Er komen natuurlijk nog een stuk meer video's op mijn YouTube kanaal over de PlayStation Vita. Maar dit is eigenlijk voorlopig wat ik wil doen qua de unboxing en release video's. Laten we maar beginnen met wat ik hier allemaal heb. Mijn memory card. Het is echt een onwijs klein dingetje en is ook verschrikkelijk prijzig. Ik vind het jammer dat dat PlayStation eigenlijk hun eigen memory cards hebben gemaakt. Waardoor ze eigenlijk zelf een beetje de prijs kunnen bepalen. En ik vind 35 euro voor een kaartje van 8 gigabyte vind ik eigenlijk nogal prijzig. Terwijl als je micro SD kaartjes voor je telefoon nodig hebt, die lijken er verdomd veel op. En deze is 2 gigabyte. En die kosten nog niet eens 6 euro. Dus kan je nagaan hoe duur eigenlijk dit is. Maar ja, PlayStation heeft dus zijn eigen variant gemaakt. Je hebt er een nodig om echt op je PlayStation Vita te kunnen spelen. Er zit namelijk verder geen geheugen in de PlayStation Vita zelf. Vind ik wel een klein minpunt. Als dat eigenlijk kijk hoe klein dat ding is. Ze hadden toch op zijn minst wel in het apparaat ergens een klein plekje kunnen maken waar minstens 1 gigabyte op kon staan. Zodat je in ieder geval als je PlayStation Vita kocht, dat je gelijk een spelletje of save games op kon zetten. Maar je moet in ieder geval zo'n ding kopen. Kost in ieder geval 35 euro extra. Ik heb hier een bumper, een hoesje. Ik doe hem straks wel op mijn PlayStation Vita aan het einde van de video. Die kreeg ik namelijk bij de Game Mania. Als je een PlayStation Vita hebt gekocht en je hebt hem de eerste 2 weken gekocht, heb je een grote kans dat je zo'n gratis bumper erbij krijgt. Zo niet, vraag er dan even om. Want waarschijnlijk zijn ze dan vergeten te geven. Maar je krijgt in ieder geval gratis bumper bij de Game Mania. En ik heb een spel gekocht bij Uncharted, The Golden Abyss. En dat is een soort survival game. En ja, daar komt in ieder geval meer over later deze review. In ieder geval, dit is de game. En ik heb hier nog een klein doosje. Die kreeg je namelijk als je de game had gepreorderd. Dus ja, ik had mijn PlayStation Vita eigenlijk best wel laat nog besteld. Afgelopen dinsdag. En dan kreeg je dit doosje erbij. En nou ja, daar zit eigenlijk niet echt iets heel boeiends in verder. Ja, er zit een kaart in. Even kijken, achterkant. Ik kan het wel laten zien, maar er zit een code op. Zodat je nog een kans hebt om nog een PlayStation Vita te winnen. En ik heb hier nog een klein boekje erin zitten. En ik kan de code ook niet ervan laten zien, maar dan krijg je... Dan krijg je in ieder geval nog een extra bonus op de PSN Store. Of het heet nou anders. Maar in ieder geval, je kan in ieder geval gratis een game... Kan je voor 5 euro goedkoper kopen. Dus dat heb je als je hem gepreorderd hebt. En ik heb eigenlijk best wel mooie oortjes erbij gekregen. Want in dat doosje zaten namelijk ook deze best wel mooie special edition PlayStation oortjes voor je PlayStation Vita. En het is gewoon een normale mini jack, dus je kan hem ook op je iPhone gebruiken of whatever. Tevens zitten er allemaal van die, ik weet niet hoe je die dingen eigenlijk precies noemt, want ik heb normaal altijd iPhone oortjes gebruikt. Maar van die plastic dingetjes op. En dan krijg je een hele rits bij, zodat je zelf kan kiezen welke je nou eigenlijk fijn vindt. En ik vind zo'n grote prop in mijn oor niet fijn. Dus ik heb het allerkleinste erop gezet. En dat doen we dan hier neer. Laten we echt letterlijk alles gaan unboxen. Dit is nog wel een beetje eigenlijk logisch. Hoe gaan we dit ooit open krijgen? Waarschijnlijk ga ik verschrikkelijk hard falen. Dan heb ik een schaar hier in de buurt. Eens even zoeken, want ik zie echt een pleurensooi. Hier heb ik mijn schaar. Ik wist wel dat ik ergens iets kon vinden. Want dit is een hele mooie zwarte achtergrond, maar eigenlijk is dat gewoon een deken die ik over een biljarttafel heb gelegd die helemaal vol ligt met zooi, zodat het allemaal niet opvalt. Ik knip gewoon zo. Knip. En wat zit er? Ik knip een hele bos boekjes door zeker. Wat is er nodig qua uitleg bij een... ik wist al dat ik een hele bos boekjes door ging knippen. Maar in ieder geval,
Wat is er voor uitleg nodig bij een micro SD kaartje? Dus dacht ik, knip hem gewoon lekker door. En dan tenminste staat te pakken, hoe de fuck gaan we dit eruit krijgen? Fucking hell, dat ding zit... Oh, hij is al los. Oké, nee, dit flikken we gelijk weer naar de rest van de rotzooi in mijn kamer. Echt een klein kaartje, verschrikkelijk klein. Dit is 8 gigabyte. Ik weet niet of we een beetje kunnen focussen zo. En in vergelijking met een micro SD van je telefoon is hij iets dikker. Maar verder ook scheelt niet veel. Dus ik vind het eigenlijk een beetje een duur grapje dit. Maar ja, je moet hem in ieder geval bijkopen. Laten we verder gaan. Ik leg hem... Wow, kut. Dat ging niet bijna. Ik leg hem hier neer zo. Ik nog kan vinden straks. Anders ben ik hem straks kwijt. Dus let daar goed op voordat ik hem kwijt ben. De bumper, die halen we straks uit. En de eerste game voor mijn PlayStation Vita, die heb ik gekocht. Ik heb gehoord dat het echt een verschrikkelijk tof spel is. Dus iedereen heeft me dit aangeraden. Dus nou ja, ik laat dit eens uitproberen. Laten we eens kijken hoe de game eruit ziet. Want vergeleken met de andere PlayStation waren dat van die... ja, eigenlijk CD-rommetjes. Voor mij heet het UMD's. En volgens mij lijkt dit meer op een SD-kaartje. Zoals je eigenlijk gewend bent op de Nintendo DS. Of de oude Nintendo DS. PlayStation. Oeh, sorry Xbox vrienden. Haat mij nu niet. Ik stap niet helemaal over naar PlayStation. Maar een handheld is echt tof. Nou, zoals je ziet. Dit is zo'n game. De games op die kaartjes vind ik echt chill. Want ik was eigenlijk aan het begin bang. Want ik had me niet echt heel erg verdiept in de PlayStation Vita. Dat je dus... Met zo'n, dat je dus eigenlijk alles moest gaan kopen in de PlayStation Store. Dat je niks meer in de winkel kon kopen. En dat je geen games meer op kaartjes had. Want ja, dan zit natuurlijk die 8 gigabyte zo vol. En dit is toch hartstikke handig. Dus ik raad mensen toch aan om de games gewoon in de winkel te kopen. Ja, misschien worden ze later goedkoper online. Dit is zo'n normale SD. Dus qua grootte is het bijna hetzelfde. Maar toch weer net iets anders. Die leggen we dan ook hier neer. Even kijken, wat zou ik erbij pakken? Ik pak nog even voor de mensen die dat niet wisten over zo'n UMD. Pak ik even mijn oude PSP erbij. Even kijken, hier heb ik nog iets in de kast. Waar liggen die dingen? En hier ligt er één. En hier ligt er nog één. En hier ligt er... Nintendo gaan we maar niet over hebben. Ik heb hier twee PSP's. Dit is mijn allereerste PSP. Deze heeft nog zo'n huge ding voor je CD-ROMs in te doen. Gewoon gaat hij open. Verkeerd om. Ik heb zo'n barst in, dus ik had uiteindelijk een nieuwe gekocht. Maar dit is echt de allereerste versie. Hoe gaat dat ding ook weer open? Heb je een knopje? Ah ja, knopje. Daar gaan dus die grote schijven nog in. Ik ga verder die PSP straks vergelijken met de nieuwe PlayStation Vita. Qua hoe het eruit ziet en ga zo maar door. Later heb ik ook nog een witte PSP gekocht. Die was echt een stuk lichter. En daar ging ook nog steeds van die schijven in. En ja, dit was zo'n UMD. En die dingen zijn dus nu echt een stuk kleiner geworden in de vorm van die SD-kaartjes. Gaat die dan dicht? Oh, verkeerd om. Ik vond dit echt altijd zo gepiel met die dingen. Oh, weer verkeerd om. Zo dan. Ja, nu is die dicht. De oude PSP's komen later terug in de video. Laat ik eerst even alle zooi aan de kant gooien, want dan blijft het mensen een beetje netjes hier. Ja, de game hier. De PlayStation Vita zelf. Wat zit er allemaal in de doos? Nou ja, laten we eens kijken waar ik hem open moet maken. En ik zie hier een plasticje. Dus dit is om te wijzen dat ik echt de allereerste keer dat ik hem open ga maken. Nou ja, die schaar heb ik hier nog. Dus daar gaan we. Yay. Oké. Tadadam, tadadam. We hebben hem open. Laten we even kijken wat er allemaal voor zooi in zit. Of nou ja, zooi. Ik hoop niet dat er zooi in zit, want het lijkt me dat mijn PlayStation Vita erin zit. Wat is dit? Playcard... You need these. Oké, ze zeggen dat het belangrijk is. You need these. Oké. Wat staat hier allemaal nog voor zooi op? Het zal best. Wat is dit? Oké. Okay. Ik weet verder niet wat dit precies is. Oh, oeps, code. Anders moet ik hem even uitblurren. Ik heb geen idee wat dit is. Maar het zou vast ergens handig voor zijn. You need these. Oké. Okay. Het zal best, misschien is het wel om een PlayStation Vita op te starten of zo. Weet ik veel, maar ik leg deze hier neer. We komen er later op terug wat dat voor dingen waren. En wat heb ik hier? Een AR Playcard. Er staat een code op, dus die hou ik even mijn hand weg. Even kijken wat staat er op de achterkant. Nou ja, die taal die begrijp ik ook niet echt. Russisch. PlayStation Vita. Registreer je account. Enter de bla bla. Topstore. Nou ja, waarschijnlijk zou ik wel iets in de
in de shop krijgen. Ik snap nog steeds niet wat die kaart is. Wat is het allemaal? Allemaal rare talen. Om eerlijk te zijn, ik begrijp dat niet. Ik moet toch zeggen dat ze iets aan mijn talen doen. Duits, Frans. Playcard. Er staat in ieder geval Unique Days, dus het is belangrijk. Kom ik later op terug. Wat hebben we hier? We hebben hier een... Ik heb hem even mooi naar beneden laten vallen. Een manual. En wat staat erin? Er staat in hoe het allemaal werkt. Maar dat ga ik jullie mooi in deze video's uitleggen. Dus dit boekje hoeven jullie nooit meer te gebruiken. Dat gooi je dan ook maar hier ergens neer. Hup. En wat hebben we hier? Nou hebben we er natuurlijk nog één. En dit is weer een andere taal. En dan hebben we er nog één. En dan hebben we er nog één. En dan hebben we er... En hebben we een ander boekje. En dit is mijn... Ik zal wel weer allemaal van die saaie boekjes met allemaal info die je alleen nodig hebt als je PlayStation Vita kapot is waarschijnlijk. Dus laten we het allemaal daar neergooien. Ik ga er niet van uit dat het allemaal kapot is. In ieder geval alle talen zitten erin. En ik heb hier een PlayStation Network kaart. Er zit hier ook een code op die ik niet mag laten zien. Even checken voordat ik het gelijk in de camera hou. Nee, het gaat gewoon over het PlayStation Network en hoe al die zooi werkt. Jongens, ik wil geen PlayStation Network. Ik wil Xbox Live. Maar oké, PlayStation Network. Waarschijnlijk moet ik ook een PlayStation Network ID aanmaken of iets dergelijks. Hetzelfde als een gamertag. Dat zou best. En dan zet ik in de description straks wel de naam van mijn ID. En waarschijnlijk wordt het NoAML. Dus dan weten jullie dat. Dan kunnen jullie mij op PSN toevoegen. Je kan namelijk met de PlayStation 3, hoor mij dan. De PSP, of nee, het is ook geen PSP. De PS Vita kan je dus ook praten. Dus hebben jullie ook een PS Vita? Zeg het tegen mij. En ik voeg jullie toe en we doen net zoals dat gezellig een Xbox Live Party is. We gaan lekker zitten kletsen. Iedereen is welkom. Nee, we gaan verder met de doos unboxen, anders wordt deze video echt een uur. En ik weet niet of jullie allemaal zo langdradige zin hebben. We hebben hier een kabeltje. En we hebben hier een USB naar... Ik haal hem er even uit. Een USB naar PS Vita aansluiting, laat ik het zo noemen. Oké. Leuk, daar moet ik verder mee. En ik heb hier nog een blokje. En dit is een... Oké, ik zie het al. Dit blokje is om zo te zien... stroom uit de stopcontact. Nou, die prop je hierin. Voor mij snap je het allemaal wel. En wat is dit voor groot gat? Nou, dan kan je hele USB en die moet er nog een stuk in ook. Oké. Nou ja, dus hiermee kan ik gewoon mijn PS Vita opladen in de muur. Laat ik het zo zeggen, gewoon aan het stopcontact. En als ik het nodig heb voor mijn computer, heb ik ook een USB. Hartstikke chill. Waarschijnlijk is dat om foto's, video's en allemaal dat soort dingen erop te zetten. En er zit er nog verder iets in, van mij niet. En dan hebben we hier, denk ik wel het mooiste. Laten we het vooral rustig gaan doen. Dat is natuurlijk voor de kijkcijfers op YouTube, zodat jullie zin hebben. Ik voel hier al de stickies. Laten we er niet al te lang over gaan doen. Tadadam. En woep, de PS Vita. Wow, dat scherm is echt huge. Er zit een haar op. De PS Vita ziet er mooi uit. En mooie tekstjes op de achterkant. PlayStation kruis en zo. Nou ja, daar ga ik het dus later in deze video, of nou ja, volgende video ga ik het daarover hebben. Laten we eigenlijk vergelijken met welke grootte. Een aantal dingen die ik mee kan vergelijken. Wow, ik zie hier nog wat. Oh ja, dit is gewoon plastic. Oké. Laten we dit even wegleggen. Het doosje gaat weg. En dan gooi je dit ook allemaal aan de kant. Laten we eerst vergelijken met de allereerste PSP die eruit gekomen is. Zijn ze even dik? Ik weet het niet. Even kijken, zo. Nou, de allereerste PSP van mij is hier nog net iets dikker. Het scheelt niet veel. Zijn ze even dik? Oh, laat ik het even in het scherm zien. Het scheelt verdomd weinig. Maar ik denk dat deze net iets dunner is, de oude PSP. Deze is iets dikker. En hij is echt veel groter. En op zich is dit ding, de echt allereerste PSP, is gewoon nog voor mij echt twee keer zo zwaar als deze. Dus dat vind ik wel mooi. En vergeleken met deze. Nou, ik denk dat deze grote net zo zwaar is als mijn witte. En die witte is al echt een stuk lichter. Nee, mijn witte is nog steeds zwaarder en dit ding is gewoon veel groter. Dus ze hebben gewoon veel zooi uitgehaald en ze hebben de nieuwe lichtere chips ingedaan. Schermgrootte. Ik denk dat ik het beste met de witte kan vergelijken. Even kijken.
Ja, het scherm is echt een stuk groter. Ja, vooral als je zo kijkt naar het verschil. Dat is gewoon extreem. In ieder geval, deze is veel groter en lichter. En dat zijn wel meer andere dingen. Ik zie het gelijk al, de knopjes. Als je je pijltjestoetsen hebt, is het net als op de... Ja, ik weet niet, ik heb echt geen flauw idee hoe het met de PlayStation 3 controller zit, sorry. Maar op de Xbox heb je dat ook. Dus dan is dat die pad is gewoon helemaal aan elkaar vast. En dat gaat op zich wel lekker als ik zo beweeg. En bij deze zijn het dus allemaal nog van die losse knopjes. En deze heeft maar één zo'n thumbstick. En die nieuwe, die heeft er twee. En die steken ook uit. Dat is eigenlijk echt zo'n balletje die alleen heen en weer gaat zo. En verder heb ik niks. En deze, die buigen ook rond. En echt, het voelt nu al gewoon echt heerlijk. Wat is nog meer waar ik hem even wil vergelijken? Mijn moeder dacht dat het ding net zo groot was als een iPhone scherm. Ik denk zelfs in de lengte. Als je zo kijkt, is mijn iPhone gewoon twee keer een iPhone scherm. En als ik hem zo hou, dan verdwijnt hij er gewoon helemaal in. Dus nou ja, in ieder geval, mijn iPhone scherm is dus echt een heel stuk kleiner. Het is echt huge. En ik kan echt niet wachten tot ik hem aan ga zetten. Maar dat ga ik bewaren tot de volgende video. Iedereen bedankt voor het kijken van deze video. Morgen komt er een nieuwe PlayStation Vita video waar ik meer inga op wat alle knoppen doen op de PlayStation Vita. En hoe de menus werken. Tot nu toe, iedereen bedankt voor het kijken. Voeg me toe op PlayStation Network. Mijn naam is NoWayNL, aan elkaar vast. En dat was het eigenlijk voor deze video. Tot morgen, laters.